is er nu wel mogelijk via Lukili. Want als Lukili de bal heeft, gebeurt er wat. Wat dacht je van dit? 2-0 achterstand. Dit is Boyd Wright met een voorzet. Zet Karim Lukili met de 1-2. Lukili. Lukili. Oh! Met de 2-jarige verlengd bij Helmond Sport. En Helmond Sport komt op gelijke hoogte met de voorzitters trouwens van dezelfde man als bij de 2-1. Rijdt. Duivenstein. Ik denk op de voetbal van Helmond, maar dan schiet er iemand in de hoek. Oh, en dan wordt hij binnengetikt door Lukili. Omdat daar van alles mis. Come on. Lukili doet het helemaal zelf. Vanaf de punt van de 16, Duivenstein, terugleggen. Schot van Verijken en dan gaat hij erin. Nog een laatste tikje van Lukili. En dan deze aanval. En Duivenstein voor Lukili en dan is het 2-0. Op weg naar de grootste overwinning van het seizoen. Want het wordt uiteindelijk ook nog 5-2. En dit is zijn derde en dus een hat-trick voor Karim Lukili. Onbetwist de man van de wedstrijd. Verdubbelt zijn totaal.